Vertel mij nou eens waarom jullie hier zijn. We zijn hier voor de veiligheid van de, voor de 1 januari duikers. Want ja, die springen er zo in en als het gewoon te koud is of ze vallen om en ze blijven te lang onder water, ja, dan moet je ze even voor de veiligheid snel weer terugloodsen. Dus, want het water is toch kouder dan ze denken. En wat kan er dan gebeuren? Onderkoeling is het grootste probleem, hè? Dus mensen die springen in een koud water, die gaan ademen of ze krijgen water binnen, ze verslikken zich en dergelijke. En dat is het grootste probleem, hè? En je weet nooit hoe het hartje klopt, hè? Dus ijskoud water kan goed zijn, maar het kan ook verkeerd zijn. Op zich gebeurt er eigenlijk nagenoeg nooit niks dus. Maar we zijn er gewoon voor de extra veiligheid. Maar waarom een duik in het water nu met deze temperaturen? Je bent toch eigenlijk helemaal... Ja, dat is eigenlijk niet verstandig en ik zou het ook niet moeten doen. En ik denk niet dat het erg zin heeft, maar ik ga het toch doen. Ik heb geen flauw idee, maar onze ouders hebben het verzonnen. Mij lijkt het heel gezellig en koud. Mij lijkt het heel leuk om te doen. Mij ook, lijkt het ook echt heel leuk om te doen. Ik heb geen idee, want ik heb het nog nooit eerder gedaan. Het is echt de eerste keer dat ik het ga doen. En dit is zonnetje en koud, is gewoon echt zo, woe, nieuw jaar in. Het is gewoon leuk, het is heel verfrissend. Ik vind het heerlijk om de eerste dag van het jaar fris te beginnen. En ik heb dus mijn derde keer dat ik het doe. En het is gewoon leuk. Ik heb het 1 keer voorgesteld en daar waren ze enthousiast over. En de jongste die mag nou voor de eerste keer mee, dus we gaan gewoon met z'n drieën voor. Ik denk dat dat traditie wordt. Het is leuk en je bent dan meteen in het nieuwe jaar, heb je een frisse duik gedaan. Wat is nou de reden, je twijfelt heel erg. Wat is nou de reden dat je die zo twijfelt? Ja, het zijn heel veel kinderen, hè. En dan zie ik mezelf als enigste zo daar het water in gaan. En ja, ik heb het al vaker gedaan, maar ja, ik twijfel. Hoe kan ik je overhalen? Weet ik niet. Ik zou zeggen, ga even terug naar die kinderjaren, ga met die kinderen mee. Dan is het hartstikke leuk. Ja, dat is waar. Ga je mee? Ja, ga mee. Goedemorgen, is iedereen er een beetje klaar voor? Ben ik luid en duidelijk te verstaan? Dat is heel fijn. We hebben nog 9 minuten te wachten. Ellende, zeg altijd, hè. Verantwoord om in deze kou het water in te gaan. Nou, ik denk het wel. Het is nou 1 graad of 9 buiten, hè, dus, en het is maar heel kort, hè, dat mensen natuurlijk in het water gaan. Nou, ik denk als het voor volwassenen kan het in principe voor kinderen ook. En zeker, er zijn volwassen mensen bij, hè, en ook een paar duikers die meegaan. Dus dan denk ik dat het niet zo'n probleem hoeft te zijn. Nou, het lijkt me wel een keer leuk om het 1 keer in je leven mee te maken. Hoe is dat voor jou? Ja, gewoon voor mijn beleving. Ik zwem heel graag. En ja, dit is de uitermate de kans om dat door te zetten. Omdat het nu een lekkere winter is. Nou ja, ik wou mijn drijfding voor mijn GoPro uittesten en mij leek het gewoon leuk. Film jij vaker? Ja. Ja, ik film het liefst gewoon, ik film films en ik doe vliegtuigspotten. Het is gelukt. Je doet het. Ik vind het echt super sportief. Heel veel succes en ik zie je straks nog even terug. Ik hoop het. Dan is het goed gegaan. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0!
nou, te doen. Ja, nee, het is echt even schrikken, maar het was echt lekker. Helemaal onder water, twee keer, hè? Twee keer gedaan. Maar ben je ook onder water geweest? Ja. Nee. Oh, heerlijk. Dit is een goed begin. Dit is echt heel super. Op wie sta je te wachten? Nou, mijn dochter die ging er voor de tweede keer nog in. Dus die dacht, ik ga nog een keer extra. En jij geen tweede keer? Nee, ik heb mijn eigen nou afgedroogd. Nou is goed, hè? Twee keer achter elkaar, toch? Ja, ik ging nog even een kopje onder. Had je de eerste keer niet gedaan? Nee. Hoe was het water? Vertel even. Ja, koud. Maar ik heb eigenlijk alleen last van mijn voeten. Verder valt mee. Ja, lekker. Graadje of? Wat zal het geweest zijn? 4, 5, 6, 7? Ik weet het niet. Ik heb gehoord 6 graden. 6 graden? Man, dat is 1 graad minder dan vorig jaar. Nee, 2 graden meer. Vorig jaar was het 4 graden volgens mij. Nee, maar het is gewoon lekker joh. Ik zou eigenlijk nog wel een keer willen gaan. Maar. Ja, hoe was hij? Helemaal te gek. Echt de eerste keer in mijn leven. Dus. Warm met je ogen, jongen. En zeker niet de laatste, want smaakt naar meer. Geen kou gevoeld. En super vibe met de hele groep. Echt helemaal te gek. Ga je straks nog een keer? Voor de derde keer. Maar nu eerst even wat energie opdoen. Ja, lekkere oliebol en dan springen we er weer in. Ja, wij vinden het echt geweldig dat je niet zou gaan en toch bent geweest. Nou, ik heb er geen spijt van. Nee. Het is frisse duik, nieuwe start van het nieuwe jaar, dus geweldig. Ja. Volgend jaar weer? Ik ben erbij. Als jij er dan bent, dan duik ik erin. Prima, dan gaan we afspreken. Dat is goed. Deelnemers zijn er vandaag? 119. En hoe is dat vergeleken met vorig jaar? Vorig jaar hadden we 86, dus ieder jaar een beetje meer. En was dit ook wat je verwacht had? Ja, we hadden gehoopt de 100 te halen, dus we zijn er overheen. Dus ik ben heel tevreden, absoluut. En de persdagen we uit om volgend jaar mee te doen. Wij doen ook mee, volgend jaar. En dan de pers ook meeduiken. Als wij meeduiken, dan kunnen wij niks opnemen, dus dan komt er niks op televisie. Oh, ja. Ja, zoiets moeten we iets op verzinnen. Dat komt wel goed.